Hey, goeiedag. Ik ben Van Joen en ik had een afspraak met de baanmanager. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gierigast. Ik ben Martijn. En ik ben Joost. En vandaag gaan Martijn gratis wakeboarden. Ja, maar voordat ik ga wakeboarden willen we graag iets aan de kaart stellen. Want het is deze week de week tegen het pesten. En daar is een leuke campagne voor bedacht. En die gaat Joost je gewoon even uitleggen. Ja, pesten is nog steeds een heel groot probleem waar we met z'n allen iets aan willen doen. De campagne heet Iris, heeft ook een YouTube kanaal, dat heet YouTube Iris, check het even. Ja, en dat staat allemaal in de beschrijving, dus ga er even naar kijken, doe er wat mee, want pesten moet aangepakt worden, jongens. Oké. Nu is het nu weer tijd voor weer vandaag. Maar de tijd. Jij gaat week worden. Op de week worden. Let's go. Let's go. Daar gaan we dan. Daar ga jij dan. Daar ga ik dan. Want, lieve kijkers, Martijn is weer de lul. Yes. Ik word er voor het blok gezet. Joost heeft contact opgenomen met... Ja, ik heb contact opgenomen met Wet n Wild en Alf van der Rijn. Goedemiddag, u spreekt met Joost van het reclamebureau Joen en ik heb een heel groot probleem. Ik hoop dat je me kan helpen. Ik heb gezegd dat jij een professional wakeboarder bent, wat dus absoluut niet is. We moeten namelijk een reclamevideo opmaken met een professional wakeboarder. En dat zouden we eigenlijk in Zoetermeer doen, maar dat is helaas afgelast. Dus ik probeer nu echt heel snel te schakelen, want hij is nu nog in het land. Zou het ook bij jullie eventueel kunnen vandaag nog? Ik heb één keer gewakeboard in mijn leven en dat ging niet zo heel soepel. En wij komen hier een filmpje opnemen voor Stimroll, zogenaamd. Wat zogenaamd een reclamecampagne is. Dat heb ik zo verteld over de telefoon. Morgen om 2 uur heb ik nog wel bij. Oké, thanks. See you morgen, man. Ik ga zo hard voor lul staan daar. Waarom doe ik dit? Even één dingetje. Als jullie het woord willen doen, dat zou heel fijn zijn. Want ik ga door de mand vallen zodra ze mij dingen gaan vragen over wakeboarden. Oh, by the way, je komt uit Duitsland. Oh, ik kom uit Duitsland. Oh, dat is leuk om daarbij te weten, denk ik. Ja, dat had ik nog verteld, sorry. Dus dan moet ik een beetje zo... Wat is een Duitse accent? Hoe gaat het ook alweer? Dat is een hele goede Duitse accent. Is dat een Duitse accent? Oké, jawel. Nou, gaat goed komen, Pik. Ja, ik heb hier echt zoveel zin in, jongens. Helemaal goed gekomen. Hey, goeiedag. Ik ben Van Joen en ik had een afspraak met de baanmanager om hier een video op te nemen met een professionele wakeboarder. Nou, hij zei dat wij vanaf 2 uur konden zijn. We hebben alleen een beetje problemen gehad, want deze jongen moet heel veel persconferenties et cetera afleggen. Dus we zijn nu vandaag hierheen gekomen. Let's do it now. Oké. Okay. Oh jongens, het wordt zo gênant. Het wordt zo gênant, hè? Yes? Oké, let's do this, man. Moet je hoor je onderbroek aan te houden? Dit is een wedstrijd, natuurlijk niet. Niet? Gewoon daar. Dat weet ik veel. Ik heb dat ding al aangehouden, maar het is een beetje smerig, toch? Hou dan je onderbroek aan, dat kan best. Ja, oké, okay, klopt. Dit is een gozer, man. Je sukkel, je hebt je pak verkeerd om aan. De rit wordt aan de achterkant zitten. Oh, echt? Oh, dit wordt echt de leukste dag in mijn leven. Komt u naar buiten? Komt u naar buiten gelopen met zijn rit hier? Goed, nu nog je wakeboard fixen en dan ben je er helemaal klaar voor. Kom met je spulletjes. Mag je mij geven? Ja. Hey, maar ga je schansen? Ik vind het eng. Ga je de schans doen? Nee, natuurlijk ga ik die schans niet doen. Ben je gek geworden? Het is wel vet als je dat doet, man. Ja, laat me eerst maar eens proberen of ik überhaupt op mijn bord kan staan. Dan zien we er verder dan wel. Oké, okay. Good luck, man. Ben je professioneel? Are you professional? Really? Yeah. Do you like world champions? Not yet. Oh, you can just take a seat because it's different. Wakeboarding, I guess. Oké, Marty, heel veel succes. Wat, hij heeft het gewoon! Hij heeft het gewoon! Martijn legt die hele baan stil. Oh.
Holy shit, Martijn had hem gewoon. Jezus, ouwe. Oh, wat heb je goed gedaan, man. Fucking gênant, ouwe. Yo, je legde die hele baan stil, maar je was fucking goed, ouwe. Hard op mijn bek. Ja, ik zag het, ouwe. Wat goed je een helm op had, gelukkig. Hé, hey, altijd een helm doen. Ik had helemaal geen helm op. Had je geen helm op? Ik had geen helm op. Die helm legt nog daar. Dat was je vergeten op te doen. Had jij geen helm op? Ik had geen helm op. Jij bent gestoord, ouwe. Jij bent helemaal gestoord. Echt, mad respect. Mad respect. Denk je niet dat we nu gezeik krijgen? Fucking ziekenhuis. I know. Fucking stupid. Hè? Why? You're stupid. Respect van Nederlands, man. Hè? Respect van Nederlands. Ja, tuurlijk. Je mag wel een nieuwe voor me gaan kopen. Ja, precies. Ja, is goed. Dat gaan we vandaag even regelen. Jullie gaan hier niet op kant vandaan zonder dat dit geregeld is, oké? Okay? Ja, nee, dat is helemaal. Nee, komt goed. Stap ik die drone ook in drieën. Zoals ik had voorspeld, was dit redelijk gênant. Ik ben door de mand gevallen, op mijn bek gegaan en ik heb iemand bord kapot gemaakt. Ja, gelukkig hebben we dat wel op kunnen lossen met de jongen. Ja, hij was weer helemaal happy en wij ook. Ik heb toch heel veel gratis kunnen wakeboarden. Hey yo, je hebt fucking goed gedaan, ouwe. Ik stond er echt verbaasd van. Dat is bijna dood, maar het is super goed gedaan. Ja, toch? Thanks, Joost. Ja, nou, vond jij dit ook heel goed gedaan van Martijn? Doe even een duimpje omhoog. Lieve comment en subscribe ook zeker op ons YouTube kanaal. Ja, volg ons ook op social media. Ja. Zien we jou volgende week gewoon weer met een nieuwe aflevering. Later!